ben hartstikke blij met deze nieuwe stap. En nou ja, ik heb er eigenlijk ontzettend veel zin in om ja, lekker wedstrijden te gaan spelen. Wanneer hoorde je van de interesse? Ja, nou, dat speelt wel, speelt een tijdje. En dan is het, ja, weet je dat je in de gaten wordt gehouden. En op een gegeven moment wordt dat dan wat concreter, heb je een keer een gesprek. Maar dat is wel een proces dat nou ja, weken, maanden duurt. Dus dat ging geleidelijk aan, en stap voor stap. Dus dat is niet in één keer heel snel gegaan. Maar ja, op een gegeven moment weet je dat die interesse er is. En nou ja, zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen en zag het er allemaal goed uit. Je hebt de afgelopen ja, 2 jaar bij Zwolle gekiept. Maar voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wat voor soort keeper ben je? Wat zijn je specialiteiten? Nou, ik denk dat ik vooral mijn toegevoegde waarde is echt het tegenhouden van ballen. Ja, klinkt heel, heel cliché, maar ik denk echt dat ik daar ja, dat mijn sterke punt is. Nou, en daarin ook het coachen en het meevoetballen. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk allemaal dingen die belangrijk zijn. En dat mijn toegevoegde waarde echt ja, ligt bij het tegenhouden van ballen. We hebben hier ook doelman Erwin Mulder. Hoe zie je dat voor je, die concurrentiestrijd? Ja, nee, ik denk dat ik ben heel erg ambitieus en ik wil gewoon het liefst onder de lat staan. En ik denk dat was voor alle partijen eigenlijk duidelijk. Dus nee, ik heb deze stap ook gemaakt omdat ik weet dat ik hier een reële kans krijg. En ja, we mogen het gewoon samen gaan uitvechten. En nou, wat ik zeg, ik ben gedreven en ambitieus. Dus nou, ik wil die strijd heel graag aangaan. En dan ervoor zorgen dat ik onder de lat sta bij de eerste competitiewedstrijd. En wat voor contract ga je tekenen? Contract voor 2 jaar. Je kent Heerenveen eigenlijk van kleins af aan al. Het is altijd stabiele ploeg in de Eredivisie geweest. Dus nou, dat krijg je als voetballer, als jonge voetballer sowieso mee. Nou ja, en inderdaad hier ook gespeeld. Nou, dan was dit seizoen was het wel extra mooi, want dat was weer de eerste wedstrijd dat er echt een beetje publiek bij mocht. Het was nog niet, nog geen vol stadion, maar beter iets dan niet. Nou ja, en toen met Zwolle wonnen wij. En 2-0, nou, dat was op dat moment voor mij natuurlijk extra mooi. Dus ja, een goed gevoel. Je hebt ook eerder natuurlijk in Friesland gespeeld. Ja, dat beviel dus wel. Ja, zeker, zeker. Nou, ik heb een jaar bij Cambuur gespeeld en dat is me hartstikke goed bevallen. Maar wat ik zeg, ja, ambitieus. Ik wilde gewoon weer vooruit. En dat, nou, PEC Zwolle was een hartstikke mooie stap. En nou ja, nu maak ik ook een stap die eigenlijk strookt met mijn ambitie als sportman. Maar ja, de derby ja, tegen Cambuur natuurlijk dit jaar, ja, dat wordt wel een bijzondere wedstrijd. Zeker, zeker. Dat wordt zeker een bijzondere wedstrijd. Ja, absoluut. Naast je carrière als voetballer werk je ook nog als fiscalist. Blijf je dat doen? Ja, zeker. Nou, dat doe ik inderdaad nu al bijna 3 jaar. En dat, ja, die balans is voor mij eigenlijk heel erg lekker. Dat werkt hartstikke goed. Ik haal er energie uit. En ook met oog op de toekomst. Voor het leven na voetbal ja, is dat voor mij eigenlijk ideaal om zo te combineren. Dus ja, nee, dat vind ik wel, daar voel ik me heel goed bij. Maandag gaan we beginnen. Eerste training. Zin in? Zeker, ja, absoluut, absoluut. Vooral na zo'n vakantie op een gegeven moment. Eerste paar weken is het altijd lekker om even vrij te zijn. Dan op een gegeven moment komt zo'n omslagpunt, begint weer te kriebelen. En ja, dan wil je gewoon heel graag weer met het nieuwe seizoen beginnen.